Ja, Loris Sijsens van de CD&V is komen aanschuiven. Dag meneer Sijsens. Hallo. Ja, het was een dodelijke zomer voor fietsers. We gaan niet discussiëren over punten en commas, want de minister had daar toch wel een aantal andere interpretaties bij die cijfers. Maar los van die discussie kan je niet van de vaststelling omheen dat er afgelopen zomer te veel mensen om het leven zijn gekomen met de fiets. En u zei in het begin van uw vraagstelling, het is geen verrassing. Hoezo? Waarom was u niet verrast? Wel, laat ons zeggen dat elke dode die er valt er geen te veel is. Dus we mogen nooit tevreden zijn zolang als er dodelijke slachtoffers vallen, hoe laag het cijfer ook is. Ja. Wat ik al een aantal keren gezegd heb, is dat het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren merkelijk is gedaald. En dat is een goede tendens. Maar dat het aantal verkeersslachtoffers van fietsers, dode en zwaargewonde fietsers, dat niet meedaalt, waardoor het aandeel zwaargewonde fietsers... En dat fietsers stelt u al een poosje vast? Stel ik al een poosje vast. En daarom was u niet verrast? Daarom was ik niet verrast. Ik ga dus niet zeggen dat deze zomer een dodelijke zomer was. Ik denk dat er zeker en vast goede stappen in de goede richting gezet zijn. Ik vind dat we op vak van fietsveiligheid, dat we daar zeker en vast een tandje moeten bijsteken. Ja, ik vraag het natuurlijk, waarom was u niet verrast? Omdat, u zegt het zelf, hè, er zijn heel wat investeringen gebeurd. Minister Wijs heeft ze nog eens opgesomd. Recordinvesteringen in fietsinfrastructuur. Infrastructuur en hij wijst ook op maatregelen die op stapel staan. Een van die maatregelen, ja, die moet komen van de lokale besturen, zegt hij. Ook de lokale besturen gaan een tandje moeten bijsteken, want heel veel fietspaden liggen op lokale wegen. U bent zelf burgemeester, hè, van Meeuwen-Gruitrode, binnenkort van de fusiegemeente Oudsbergen. Heeft u zelf ook al inspanningen gedaan in uw gemeente? Misschien eerst de nuance. Inderdaad zijn er meer gemeentewegen dan gewestwegen. Alleen die gewestwegen zijn dikwijls de drukke verbindingswegen, dus daar zijn de fietspaden nog meer noodzakelijk. Goed, als u zegt, op dat vlak denk ik, moeten meer doen. Doet u zelf ook? Absoluut. Zelfs over gewestwegen, waar wij als gemeente zelfs module 13 hebben afgesloten, waar we tegen Vlaanderen zeggen van, kijk Vlaanderen, wij zullen het fietspad wel aanleggen langs die gewestweg. En wij dragen dat naderhand aan u over. Bij mijn aantreden als burgemeester. Dat is module 13. Dat is module 13. Mm-hmm. Bij mijn aantreden als burgemeester in 2003 hebben we de ambitie gesteld dat in Meeuwen-Gruitrode langs elke gewestweg een fietspad zou moeten liggen. Op dat moment lag er nog maar langs één gewestweg een fietspad. Aangelegd. En we zijn aan het laatste bezig. Ja, en nadien komt de factuur bij de Vlaamse minister terecht. Dan komt de factuur inderdaad bij Vlaanderen terecht. Maar wat daar wel nog, wat mij betreft, te lang aansleept, dat is de onteigeningsprocedure. Je kunt er als lokaal bestuur gaan onderhandelen met mensen over het aankoop van gronden. Maar uiteindelijk moet Vlaanderen daar wel de gerechtelijke onteigening in gang zetten. En ik vind dat we daar te lang dralen. We moeten de tijd hebben inderdaad om met mensen gaan te spreken om gronden onderhands aan te kopen. Maar als we daar vaststellen dat we daar na enkele maanden niet uit zijn, dan moeten we sneller, denk ik, naar de rechter stappen voor een gerechtelijke onderhandeling. Dat heeft u op het einde van uw tussenkomst nog gezegd. Gaat u daarop terugkomen? Want goed, dat is nu helemaal op het einde nog verteld. Maar goed, daar ging de vraag ook niet over. Komt dit terug op tafel? Gaat u dit nog verder aanklagen en vragen? Ik heb het in het verleden al aangekaart en ik blijf er aandacht voor vragen. Ja. Als u dan als burgemeester die fietspaden laat aanleggen, houdt u rekening met de voorschriften van dat zogeheten fietsvat in Meekum? Want ook daar waren opmerkingen over, van Groen onder meer. Dat is niet bindend, dat zijn voorschriften voor fietspaden. Ja. Maar goed, je kan die niet afdwingen. Hoe doet u dat zelf? Op dat vlak ben ik het eens met de minister. Ik denk dat fietsvat in Meekum goed is, dat het op de meeste punten goed is. Ik vind alleen dat het iets te zwak is vandaag voor wat betreft verlichting. Maar verder is dat goed. En in de mate van het mogelijke moeten we daar rekening mee houden. Ik vind wel dat we anders... Het is een streven. Het mag niet afgedwongen worden. Ik vind wel zoveel mogelijk. Maar als we uiteindelijk moeten kiezen tussen een fietspad dat voldoet aan het fietspad in Meekum, of helemaal geen fietspad, of daartussen een fietspad dat niet voldoet aan het Vat in Meekum, maar er wel in is, ja, dan kies ik voor dat er een fietspad is, dat het dan ook niet voldoet. Dat er tenminste één is. Maar goed, bijvoorbeeld dat de minister aanhaalde van inderdaad een volledige rij huizen, waardoor je inderdaad niet kunt... Ja, maar goed, dan zitten we terug bij uw punt van die onteigeningen natuurlijk. Die onteigeningen, maar dan spreek ik over onteigeningen van voortuintjes. Maar als het natuurlijk gaat over een kilometer lang rij huizen die langs een weg ligt, dan lijkt me dat al veel moeilijker. En als je daarvoor moet gaan onteigenen, dan denk ik dat misschien soms een smaller fietspad beter is dan helemaal geen fietspad. Want soms is het ook niet realiseerbaar. Maar geeft dat toch soms geen vals gevoel van veiligheid? Er ligt dan wel een fietspad, soms is het niet meer dan een likje verf. Er ligt er dan wel effectief een, maar geeft dat geen vals gevoel van onveiligheid? Een likje verf, dat noem ik inderdaad geen fietspad. Ik denk dat een fietspad in Meekum dan gaat over de afstand tussen de rijweg en het fietspad, of dat vrijliggend is of aanliggend, en over de breedte van het fietspad. Maar uiteindelijk, een likje verf is voor mij geen fietspad. Laat dat duidelijk zijn. Moeten steden en gemeenten dan nog meer
gestimuleerd worden, ook financieel? Want de Vissersbond vraagt 500 miljoen. Hè? Ja, wel, volgens het Rekenhof gaan we met het huidige budget van voor fietspaden, gaan we nog 50 jaar bezig zijn om overal fietspaden te realiseren, of het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren. Dat is wat ons betreft te lang. Dus ik denk dat dus we dus steunt de vraag van de Fietsersbond? Ik durf hier vandaag niet zeggen dat 500 miljoen haalbaar is, maar we zullen een tandje moeten bijsteken. Ook financieel laat dat duidelijk zijn. Oké, bedankt in elk geval voor deze toelichting, Loris Heijsens. Beste kijker, blijf bij ons, want we gaan het ook nog hebben over werkloosheidsuitkeringen en hoe lang je eigenlijk moet werken om daar recht op te hebben. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.